Maarsbergenaren verzinnen zelf een spoortunnelplan. En spanning en sensatie op de Kamasutra-beurs. Goedemiddag. De kans op acties bij drie Veenendaalse metaalbedrijven is een stuk groter geworden. Gisteravond hebben CNV en FNV-bondgenoten afgesproken dat ze de drie bedrijven een ultimatum gaan stellen. Het gaat om Ardag, NN en AXA. Allemaal in Veenendaal dus. De bonden maken later vanmiddag hun wensen voor een nieuwe cao kenbaar in een zogeheten protocol. De Veenendaalse bedrijven hebben vervolgens tot dinsdag de tijd om daarmee akkoord te gaan. Als u onderschrijft, komt dat bedrijf niet in aanmerking voor welke vorm van actie dan ook. Teken u het protocol niet, dan betekent dat dat na volgende dinsdag, woensdag er acties georganiseerd gaan worden bij de bedrijven. En aan acties kunt u denken aan werkonderbrekingen tot 24 uur staking. De cao-onderhandelingen in de kleine grootmetaal liepen in juni stuk. En sindsdien wordt op verschillende plaatsen en ook in verschillende branches actie gevoerd. Afgelopen woensdag gebeurde dat voor het eerst in onze provincie, bij auto-onderdelenfabrikant Polynorm in Bunschoten. In Uur Vandaag hebben we vaak reportages over plannen van gemeenten of de provincie. En dan zitten er ontevreden bewoners in omdat ze zich gepasseerd voelen. In Maarsbergen doen ze het anders. Daar moest een spoortunnel komen en ook daar waren bewoners in eerste instantie niet tevreden over de plannen. Maar daar dachten ze, dat kunnen wij beter. En vervolgens maakten ze zelf een plan. En als het financieel allemaal een beetje binnen de perken blijft, dan wordt het waarschijnlijk ook nog uitgevoerd. Het is al jaren een verkeersknelpunt met een hoofdletter V. De spoorwegovergang op en de kruising van de N226 met de Tuindorpweg bij Maarsbergen. In de spits is het hier altijd file rijden. Lang werd er gepraat over een tunnel, maar spijkers met koppen werden niet geslagen. Tot nu. Dit is de participatiemaatschappij in optima forma. Inwoners die zelf daadwerkelijk het initiatief nemen om betere plannen te maken dan wij als overheid bedacht hebben, ja, beter kan het niet. Want het zijn burgers geweest die het probleem na jaren vergaderen en soebatten tussen verschillende overheden in één klap oplosten. Een lange tunnel onder het spoor gaat het worden, maar in tegenstelling tot eerdere plannenmakerij veel langer, zodat ook de kruising in één klap verdwijnt. Wat mij geweldig bezig hield was eigenlijk, ja, je verkoopt de mensen iets wat eigenlijk al vergaan is in de tijd. We zitten tegenwoordig op rotondes, daarom is dat ook nog even nagekeken. Het moet allemaal simpeler, het moet doorstromen, het moet vloeien. Ja jongens, trek gewoon die tunnel even door. Er is wel degelijk een moment geweest toen ik de eerste keer de plaatjes te zien kreeg van de heren. Dat ik wel bij mezelf dacht van, laat ik het netjes zeggen, potjan drie dubbeltjes. Hadden we dat 2 jaar geleden niet kunnen bedenken. Toch is niet iedereen blij met de plannen van Huizer. De kruising houdt weliswaar op te bestaan, positief puntje. Maar de bewoners van de Tuindorpweg krijgen wel een drukke rotonde in hun achtertuin. En veel meer verkeer door de straat. Volgens bewoner Marcel Bezemer is het maar de vraag of er genoeg geld is voor het plan. Dat is onze zorg, hè, dat onze wensen, dat een sluitpost wordt op de begroting. Maar B, ook de waardevermindering van de woningen en van de achteruitgang van je leefomgeving. Volgens Huizer hoeven de bewoners van de Tuindorpweg zich geen zorgen te maken. De deur staat altijd open als er zorgen zijn over de verkeersafwikkeling. Als er kritiek is uit dorp ook, kom ermee. Kijken wat we voor elkaar kunnen doen. Wij letten heel goed op. Want ja, je hebt toch met politiek te maken. En politiek is veranderlijk. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd. Genoeg tijd nog, want het gaat nog wel even duren voor Huizersplan is doorberekend en de eerste spade de Maarsbergse grond ingaat. Of de ambtenaren moeten toegeven dat ze wat de tunnel betreft een paar jaar hebben zitten slapen. Behalve de gemeente Utrechtse Heuvelrug is ook de provincie Utrecht heel enthousiast over het plan. Gedeputeerde van Lunteren heeft beloofd dat hij op zoek gaat naar extra budget om het idee uit te voeren. En volgens de provincie heeft het dorpsplan veel voordelen. Er zijn tot nu toe zo'n 600 handtekeningen ingezameld voor een referendum over de milieuzone in Utrecht. Dat meldt de KNAK, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de initiatiefnemer van het referendum. Door regels van de Europese Unie dreigt in Utrecht een bouwstop als de luchtvervuiling in 2015 te hoog is. Om dat te voorkomen wil Utrecht de oude auto's uit het centrum weren. De Utrechtse instrumentenwinkel Staphorst is failliet en daarmee komt een eind aan een markant familiebedrijf dat 76 jaar geleden werd opgericht. Een paar jaar geleden had Utrecht nog 2 Staphorstwinkels, eentje op het Paardenveld met muziekinstrumenten en één tegenover het Vredenburg waar platen werden verkocht. Die laatste zaak sloot een paar jaar geleden al de deuren. Boerderij Het Gagelgat, net buiten Soest, is boerderij van het jaar geworden. Dit jaar had de verkiezing een thema, herbestemming. Het Gagelgat uit de 18e eeuw kreeg zelfs 2 herbestemmingen. Na een renovatie in 2008 werd het en een museum en een rusthuis voor paarden.
De boerderij versloeg 11 andere boerderijen. Hidde van Koningsveld heeft dinsdag een afspraak bij commissaris van de Koningin van Beek. Hidde mag hem dan gaan uitleggen waarom hij op zijn 17e Aleid Wolfsen wil opvolgen als burgemeester van Utrecht. Van Beek kreeg in totaal 26 sollicitatiebrieven binnen van 20 mannen en 6 vrouwen. Een concurrent van Hidde, Henk Westbroek, vindt het leuk dat Hidde meedoet. Nu zijn we samen kansloos, aldus Westbroek. De stad Utrecht maakt zich weer op voor de traditionele singelloop. Aanstaande zondag is die weer. Het wordt alweer de 63ste editie en dit jaar is er een goed doel aan verbonden, het Reuma-fonds. Deelnemers steunen de strijd tegen die ziekte automatisch. Om wat extra publiciteit te genereren doen er ook een paar BN'ers mee, zoals KRO-presentatrice Anita Witsier, die zelf Reuma heeft. Maar ook onze eigen Evelien de Bruin van de Love Songs op Radio M Utrecht is van de partij. Haar tip, niet te hard van stapel lopen en vooral plezier hebben. Dan is het nooit erg namelijk. En zeker in Utrecht staan altijd lekker mensen langs de kant. Het is een leuke route. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Geniet er lekker van. En dan kan je na afloop ongelooflijk trots zijn op jezelf. Het opgehaalde bedrag voor het Reuma-fonds wordt zondag na de loop bekendgemaakt. Meedoen, dat kan trouwens nog. Online is de inschrijving gesloten. Maar je kunt je morgen en ook zondag nog inschrijven in het Wilhelminapark. Goed, hardlopen in Utrecht dus dit weekend, maar ook erotiek. Vanavond opent in de jaarbeurs weer de Kama Sutra-beurs. En dat is de grootste erotische lifestyle-beurs van Nederland. Waar natuurlijk allerlei speeltjes en films verkocht worden. Maar er zijn ook workshops en opwindende voorstellingen. De Kama Sutra-beurs weet iedere keer duizenden bezoekers te trekken. En ook voor dit jaar rekent de organisatie op zo'n 20.000 bezoekers. En zo lijkt het erop dat de economische crisis deze branche overslaat. Seks zelfs, denk ik. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Iedereen heeft ermee te maken. Het gaat iedereen aan. En nieuwsgierigheid en waarschijnlijk toch de kwaliteit van de beurs. En de beurs duurt nog tot en met zondagavond. In onze volgende uitzending trouwens hierover een uitgebreide reportage. We sluiten af met het weer en dat is wat minder heet. Periode met zon, dat wel. De wind is zwak tot matig en op de meeste plaatsen wordt het 16 graden. Vanavond opklaringen, rond middernacht nog een graad of 9. Dat was het. Meer nieuws op rtvutrecht.nl en natuurlijk in onze gratis app voor smartphone en tablet. Onze volgende uitzending is om 5 uur. Heel graag tot dan. Fijne middag verder. Dag.